Er is alleen nog maar een trillen. Waardoor iets anders ook gaat trillen. Anders gaat trillen of net zo gaat trillen. Snaren die elkaar misschien aangrijpen, elkaar misschien opheffen. Dan begint de tijd. Nee, dat duurt nog een split second. Maar wat is een split second als er nog geen tijd bestaat? Een eeuwigheid desnoods. Tijd begint pas als er licht is dat op pad gaat. Als elektronen door atoomkernen zijn gevangen en niet meer al het licht opzuigen. Er is een pad. Zich een weg baant. Dat licht, dat deeltje, dat moet er eerst zijn. Ontstaan zijn, in trilling zijn. Uit die snaar. Dat denk ik. Dat weet je niet. Er ontstaat iets. Zoals het licht zich een weg baant, zo wordt er ook ruimte geschapen. Er wordt uitgedijd. Het dijt uit. Dat wat wij ruimte noemen. Dat het. Dat geheel van snaren. Van vriends. Van naakte zenuwen, die nog lang geen zenuwen zijn. Maar wel naakt. Iets minder naakt. Ze hebben elkaar. Ze trekken elkaar aan. Ze zijn elkaars vijgenblad. En ze stoten elkaar af en ze vormen met elkaar iets anders. Licht. Ook. En donker. Dat was er al. Dat weet jij. Nee. Denk jij? Ja.